Efje de Visser opent op 20 mei de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Dat doet de zangeres samen met breakdanser Ridouan A.I.T. Shit, ook wel bekend als Redo. Dat heeft de Nederlandse Songfestivalorganisatie woensdag bekendgemaakt. Tekst gaat verder onder advertentie: de voor twee edisons genomineerde Efje werkt momenteel met Erik van Tien, musical director van het komende Songfestival, aan een Engelstalig nummer. Het stuk sluit aan op de dansact van Redo, die geboren is met fysieke beperkingen. Hij wil met zijn dans zijn levensverhaal vertellen en daarmee inspireren. De focus ligt bij dit optreden op dansen. Dat vind ik baanbrekend, reageert Redo. Het vertelt mijn persoonlijke verhaal, het overwinnen van tegenslagen. Het verhaal is nu op veel mensen van toepassing, maar ligt tegelijkertijd de wereld van nu uit. Vanuit de donkere periode, waarin wij ons nu begeven, werken we toe naar een moment van feestelijke overwinning, wanneer we uit die periode klimmen. Ik hoop dat mensen zichzelf daarin herkennen en dat Efje en ik door middel van ons optreden mensen kunnen raken. Magisch. Efje vindt het een eer om mee te mogen werken aan het Songfestival. Redo is een hele getalenteerde danser en heeft een hele eigen en indrukwekkende manier van dansen. Ons optreden gaat dan ook over veerkracht en verbinding. We willen vertellen dat er met samenwerken meer kan worden bereikt. Zeker in deze tijden hebben we elkaar nodig, aldus de zangeres, die de lat hoog legt. Het wordt magisch. Volgens Haat of Show Gerben Bakker wordt veerkracht een terugkerend thema tijdens het Songfestival. Een onderwerp dat volgens hem actueler is dan ooit en zeker van toepassing is op het leven van Redo. Ik vind het bijzonder inspirerend om zijn talent en verhaal te delen met de rest van de wereld. Eerste bevestiging: Redo werd vorig jaar ook al aangekondigd als openingsact voor de toen geannuleerde editie, die de muzikale omlijsting toen zou verzorgen, is nooit bekend geworden. Redo en Efje zijn nu de eerste bevestigde artiesten die als interval of openingsact fungeren. In de komende weken wordt meer bekend over de invulling van de rest van de shows. Dan wordt ook duidelijk of artiesten als Afrojack en Glennis Grace, die in de finale zouden optreden, opnieuw worden uitgenodigd. Buzzen, let's blokkade.